En dan nu? Hallo kijkers, 19 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. U krijgt dan de kans om weer voor 4 jaar de mensen te gaan kiezen die de baas zijn in de stad. Want de gemeenteraad is de baas van de stad, zo staat het in de grondwet. Twee onderzoekers, Piet Hein Peters en Jasper Loots, hebben zich daar eens over gebogen en zijn met een aantal mensen gaan praten. Een aantal hoogleraren, een ex-burgemeester, een onderzoeker, even kijken, een filosoof en een Eerste Kamerlid. En hebben een boekje geschreven, De gemeenteraad heeft geen toekomst. En waarom stemmen op 19 maart 2014? Nou, dat leggen ze heel goed uit in dit boek. Het is verrassend hoe er na de invoering van het dualisme bij de gemeenteraad een vreemd gedrag is ontstaan. Die zijn namelijk, de gemeenteraadsleden zijn vergeten dat ze de wethouders aan de jas mogen trekken als die hun geen goede informatie geeft. Dat is een van de dingen die u in dit boekje kunt lezen. Is natuurlijk koren op mijn molen, begrijp ik ook wel. Maar de andere antwoorden op de vragen en de gesprekken die er gevoerd zijn, zijn uitermate boeiend beschreven. Kort, helder en zakelijk. Het is echt verrassend hoeveel informatie er in dit dunne boekje staat. De gesprekken resulteerden in 5 stellingen. Die hebben ze weer voorgelegd aan 5 gemeenteraadsleden in het land. En de antwoorden daarop zijn ook onthullend. Ik ga ze niet verklappen. U mag het allemaal zelf gaan lezen. Ik zou zeggen, zet het boekje op uw verlanglijstje. Of geef het cadeau aan iemand die u kent. Of anders kom eens een keer langs bij mij. Ik leed ook nog wel eens een boek uit. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende week. Zal ik het einde nou verklappen of niet?